We zijn in het Drukkerijmuseum, waar van 12 tot 29 april een hele mooie intieme expositie is van Stien Eelsingh, de schilderes uit Staphorst. Ze is geboren in Zwolle trouwens. En we gaan zo spraken met Roel H. Smit-Muller. En zij is kunsthistorica en weet heel veel van Stien Eelsingh. Mevrouw Smit-Muller, hoe bent u zo geïnteresseerd in Stien Eelsingh? Ja, dat is al heel lang geleden, omdat mijn ouders over Stien Eelsingh spraken. En in Staphorst woonde ook nog familie van mij, dus ik kwam er ook regelmatig. En ik vond het een heel interessante schilderes. Ik vond het heel mooi, dus ik wilde daar wel meer van weten. Kunt u iets meer over haar vertellen? Want wie was Stien Eelsingh in het kort? Ja, zij was een meisje uit Zwolle, heel getalenteerd. En haar ouders vonden eigenlijk maar dat ze pianolerares moest worden. Maar ze wilde erg graag schilderen en tekenen. En dat heeft ze eigenlijk op haar uppie, zonder academieopleiding, heeft ze dat volbracht. Dus dat is eigenlijk heel knap. En hoe kunt u het beste haar werk omschrijven? Wat is het, realistisch? Hoe omschrijft u haar werk? Nou, aanvankelijk was het sterk realistisch, maar er zat steeds een soort expressionistische toets in. Dus het gevoel zat dus heel erg in haar werk. En naarmate ze dus ouder werd en in Amsterdam ging wonen en later in Staphorst, kwam dat steeds meer tot uiting. Hoe heeft ze zich gehandhaafd in die hele orthodoxe Staphorster gemeenschap? Want ik heb daar ook gewoond, ik ben een Staphorster en we waren nog bijna buren. Hoe heeft ze dat gedaan? Ja, ik denk dat ze van zichzelf heel natuurlijk was. En de Staphorsters die houden van werken, dat is een nijver volkje. En Stien was ook een zeer nijvere vrouw. Ze moest dus vanaf 50 moest ze dus de kost gaan verdienen, want toen ging haar huwelijk liep spaak. En ik denk dat ze dat gewoon heel goed in de gaten hebben. En dat ze dus niet zou aan de loop gaan met de Staphorster klederdracht. Want dat was haar intentie niet. Zij is ook naar Israël geweest. En daar vond ze dus ook dat mensen zo'n diep geloof hadden. En dat heeft haar erg aangetrokken. Zonder dat ze zelf eigenlijk iets aan het geloof deed. Nou is ze wel beïnvloed door Staphorst volgens mij. Want ook als ik hier rondkijk in het Drukkerijmuseum hier, zijn er veel Staphorster of klederdracht of taferelen te zien. Dus zij heeft wel heel veel daarover geschilderd, of niet? Ja, absoluut. En in het begin dus, want wij noemen dat ook de 4 perioden in haar werk. De eerste is dan die realistische en dan later meer expressionistisch. En in het begin in Staphorst zie je die folklore. Maar op het eind, eigenlijk de laatste 7 jaar van haar leven, dan gaat ze vereenvoudigen. En dan is een kapje van een Staphorster is een effen kapje geworden. Dus dat is ook wel de kracht van een kunstenares. Ja. En waarom verdient zij zo'n mooie intieme expositie? Waarom is dat? Ja, nou, dit is een soort vervolgexpositie op die grote expositie van vorig jaar. Die was erg succesvol. En dit werk wat hier hangt, dat is grafisch werk. En dat is eigenlijk niet bekend. Het is ook nog nooit geëxposeerd geweest. Dus daarom is het echt uniek, heel uniek. Dat het, hoe we dat bij elkaar getoverd hebben, zou je wel kunnen zeggen. Want het kwam van heinde en ver. Want zij verkocht dat eigenlijk een beetje als een soort... ja, je zou zeggen een potboiler, dat noemen we in de kunstgeschiedenis zo, om geld te genereren. Hè, verkocht ze het voor 2,50, terwijl nu het al ik weet niet hoeveel waard is. Hè? Ja. Bent u kunsthistorica. Kun je Stien Eelsingh beschrijven als een van de beste schilderessen, kunstenaressen van Nederland? Nou, daar hoort ze wel toe, want in die periode waren natuurlijk weinig vrouwen die... Ze schilderden wel, maar ze kwamen dus niet aan bod. En zij heeft dus diverse tentoonstellingen, dus dat zou ik echt wel in de trant van Charlotte Torop, Frida Hunzeker, daar hoort ze wel bij, hoor. Alleen, ja, ze is erg door die Staphorster gemeenschap natuurlijk gekleefd aan Overijssel en Drenthe. En de Stien Eelsingh Stichting, die hebben we 10 jaar geleden opgericht, die is dus wel van plan om haar dus verder te promoten. Ja. Veel succes nog vandaag met alle openingshandelingen. Ik begrijp dat u ook nog een woordje mag doen richting wethouder. Ik wens u veel succes en ik hoop dat het een hele populaire expositie is waar veel mensen op afkomen. Ja, ik hoop het ook. Ja, dank u wel. dat ik hier met u vanmiddag zondags niet mag openen en dat wij samen, dankzij Stien Eelsingh, in stilte vragen zullen stellen aan onze toekomst. En dan wou ik, met deze woorden, de tentoonstelling van Stien Eelsingh officieel geopend verklaren. De openingshandeling is dus verricht van deze intieme expositie van Stien Eelsingh. Grafisch werk van haar, wat nog niet eerder geëxposeerd is. Tot 29 april nog in het Drukkerijmuseum. Dus wilt u nog een keer haar werk zien, bent u hier van harte welkom.